Ik ben dokter Hannelore Denis. Samen met de onderzoekers van de universiteiten van Gent, Leuven, Antwerpen en Maastricht werken we aan een nieuwe behandeling voor baarmoeder- of baarmoederhalskankerpatiënten. Dus de chemo is elke maandag. We gaan dat voor 5 weken na elkaar doen, zolang de bestraling loopt. Ik werk dagelijks met patiënten met baarmoeder- en baarmoederhalskanker. Het is geen grote groep van patiënten en er is ook vaak weinig aandacht van de industrie om nieuwe studies op te starten. Omdat dit een gemeenschappelijk project is van verschillende universiteiten, hecht ik enorm veel waarde aan teamwerk. De manier waarop wij als een team samenwerken tussen de verschillende instituten is te vergelijken met een klok. Elk minuscuul detail is belangrijk. Iedereen heeft zijn bijdrage in het geheel. Daarom werken we veel met overleg- en discussiemomenten. Enkel die in de lies uit hadden, maar die symptomatisch waren. Hè? Dus besloten om niet te gaan luisteren. De tumor was groter dan 4 centimeter. Groter dan 4 centimeter. Maar die zou toch al beter moeten zijn. We discussiëren veel. Maar we maken altijd dat we overeenkomen op het eind en dat we een consensus bereiken. De behandeling die we met Held van Kom op tegen kanker willen testen, bestaat uit 3 fasen. In de eerste fase van de studie gaan we het immuunsysteem stimuleren met 5 verschillende geneesmiddelen. Chemotherapie in pilvorm, een maagbeschermer, aspirine, vitamine D en curcuma. Daarna volgt de radiotherapie ter hoogte van 1 letsel. En dit 3 maal in totaal. En dan start de immuuntherapie die het immuunsysteem activeert. Daarna wordt alles tot in de puntjes opgevolgd. Natuurlijk kijken we enorm naar uit om deze studie te starten. Samen kunnen we aan het begin staan van een grote doorbraak in de behandeling van baarmoeder- en baarmoederhalskanker.